KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie. Welkom bij de return tussen Willem II en SC Heerenveen. Ik ben hier met Milo. Ja, is zo. Ja, we zijn weer terug. Natuurlijk net de overwinning van Willem II. 2-1. Ja, een beetje onverdiend. Ja, dat gelijkspelletje wel mogen wezen misschien. Ja, nou, Heerenveen heeft echt een paar hele opgelegde kansen. Ja. Het was toch inderdaad Heerenveen met de meeste kansen. En dan is gaan kijken wat er nu gaat gebeuren. Ja, Heerenveen moet. Floris moet. Ja? Ja, nou, is zo. Oké. Okay. Als jij het zegt, dan... Ja, maar je kan er ook weinig anders van vinden, Bas. Oké. Dan doen we dat maar. Goed. Hey, Vieri is al blij zijn met die 2-1 uitgangspositie. En ik ben benieuwd of hij hem vast kan houden. Dat gaan we natuurlijk vanzelf meemaken. Verwacht jij dat Floris all-out gaat? Of zal hij nog een beetje behoudend beginnen? Je hebt 90 minuten. Het is niet dat je 30 minuten hebt. Tuurlijk. Tuurlijk. Maar bij 30 minuten is volgens jou dat je all-out moet gaan? Nou ja, dan is het meestal extra tijd. En dan denk ik van, nu moeten we opklappen. Maar nu heb je nog gewoon een volledige wedstrijd te gaan. Tuurlijk. Dus ja, ook benieuwd naar Vieri. Even die zijkant gevonden. Die heeft meer chicks dan Piri. Dus wat dat betreft. Nou, als jij het zegt, zal ik het wel zijn. Ja, ik heb het vernomen. Jij kan het in de wandelgangen. Ja, in de wandelgangen hier. Ja, precies, ja, daar gonst het. Ja, jij hier kan dus het Heerenveen, we zien Willem II met een klassieke traditionele thuisshirt. De tricolore skit. Heerenveen in het donkerblauw. De three colors. Is het daarvan afgeleid? Ik denk het wel, ja. Tricolores. Ja, of misschien de True Colors in die lappen. Mooi. Mooi. Zing hem anders even. Wat mensen thuis niet weten is dat Milo een hele goede kennis heeft van de wat oudere hits. Oh, terwijl dit is hier cool. Heerenveen is, als wij over oude hits praten, dan is het hier 1-0 en dat zijn... Oude hits? Nou, Eusebio is ook een soort oude hit. Ja. Daar hadden we nog niet de True Colors van in de foto's, want dat was allemaal zwart-wit foto. Dat was zwart-wit nog inderdaad, ja. Maar het is wel een hele Eusebio, vroege... niet te langs, want die knikt hem toch even aardig binnen. Een hele vroege voorsprong in deze pot. En dat zorgt ervoor dat de algemene stand, de totale stand... Oh, heel veel ruimte hier aan de... Oh, hij vindt hem niet. Op dit moment 2-2 is. Nee, ik onderbrak je even, Bas, sorry. Ja, ik vind het toch heel lullig. Nee, maar ik zal het niet meer doen, maar er zat echt heel veel mogelijkheid in die aanval. Potentie. Goed, het is dus lekker voor Heerenveen dat hij snel de zaak op orde heeft. Tenminste, niet op orde, maar... De zaak heeft recht getrokken. Redelijk hersteld en nu kunnen we weer vanaf 0 gaan beginnen. Precies. Vanaf 2-2, hoe je het wil zien. Hier kan Willem 2, meteen de deksel op de neus. Oeh, nee. Buitenkantje rechts. Opvallend. Een reddingje van Thibaut Courtois. Courtois. Hier de voorzet. Neymar slingert hem waarschijnlijk voorzet er gewoon niet in de e-sport zien. Nee, ik ben er nog een beetje aan wennen. Verboden. Maar het is wel zo, ja. Hoewel Tony Kok, die is er niet vies van. Tuurlijk. Die is toch maar van keer gaan doen, want die profiteert er aardig van. Ja. Het is wel een tactische keuze natuurlijk, of kort houden. Wat een profiteurtje, hè? Zo. Hier is Neymar. Neymar, de zijkant zoeken. Maar waarom zoek je überhaupt de zijkant als je toch niet meer voorzetten? Dat snap ik dan niet. Omdat je dan vanaf de zijkant hem terug kan leggen naar de 16. Ja, maar als je toch al bij de 16 bent. Ja, maar dan zit het druk. Dus je zoekt de zijkant om het breed te houden en dan niet te schieten. Oké. Okay. Nee, maar jij snapt het. Dankjewel, jongen. Goed, wel. Even de rust bewaren. Hier is al 4 van Baal, hè? Ja. Vieri zou hier natuurlijk niet blij mee zijn. Serieus. Ik ken ook weinig e-sporters die blij zijn mooi. Met een tegendoelpunt. Een mooie avond van Heerenveen. Mooi gespeeld. Heerenveen, nu dan. Ja, verritting van het. Aangeraakt was er misschien sowieso wel ingegaan. Je zag dat Floris expres wachtte. Ja. Omdat Vieri de keeper selecteerde. Ja. Daar had hij al rekening mee gehouden. Ja, veel gewerkte tactiek, die keeper selecteren. Even dat rechte stikje indrukken. Ja. Daar hield Floris iets in. Hij wacht iets langer. En dat resulteert in het doelpunt. Die wordt vooral gebruikt, die keeper selecteren. Bij van die geplaatste schoten verre hoek. Die kan je bijna nooit pakken als je niet zelf handmatig keeper bestuurt. Als je dat wel doet, kan je die hoek afdekken. Dan gaan ze het bijna nooit in. Nou, hier dan. Nu dan. Oei, oei, oei. Goeie redding. Maar toch, het gaat beide kanten op deze pot. Dat is leuk. Ik vind dat Floris heel knap hersteld heeft. Ja. Zodat natuurlijk toch teleurgesteld zijn geweest. Ja, maar toch Willem II krijgt ook zijn kansen. Jawel. Ja, maar Vieri is gewoon een goede speler. Natuurlijk gaat hij kansen krijgen. Misschien wordt de totale score wel 4-3 van Vieri. Het is wel slecht, maar niet eens onmogelijk inderdaad. Nee. Ja. Als hier dan, Heerenveen, Eusebio. Mooi. Hoekschopje. Eusebio. Ja, jij weet precies dat het zo uitgesproken moet worden? Nee. Of wil je maar wat? Oh, kopbal. Gepakt door David De Gea. De Gea. Ja, maar Bas, je kan blijven zeggen, maar ik ga me niet aanpassen op jou. Oké. Okay. Blijf wie ik ben. Blijf dicht bij jezelf. Jongen, je bent toch wie je bent? Aard van het beestje is toch zo? Hier dan. Eusebio. Willem 2. Mooi. Kruif gevonden. Oeh. Het lichaam van Alexander erin goed gezet. Onderschrijf. Herpakt hem. Voorzetje, tweede paal vrij. Kiemenbal. En ja, zo simpel is het ook alweer. Gewoon de doeltrap. Loopt hem over de achterlijn. It's simple. It's such a simple game, Bas. It's such a simple game.
Hier zien we Ruud Gullit namens Willem II. Eusebio. Nu veel dezelfde namen. Ja, het is logisch, want het zijn gewoon de beste spelers. Maar vind je dat jammer, Bas? Ja, het is... We zien eigenlijk alleen Rosheuvel een beetje als uitzondering bij Menno. Ja. Dat is de enige uitzondering. Ja, en ik heb ook gehoord van Luc Jans dat hij ook als enige, denk ik, niet Ronaldo heeft gebruikt. Dan Cristiano Ronaldo. Die wordt al vaker niet gebruikt, hè? Dan heeft Luc tegen me gelogen. Oké. Nou, dan weten we het ook weer van tevoren. We weten ook hoe die in elkaar steekt. Luc Jans, als je dit hoort, je bent niet meer te vertrouwen. Nee. Zo. Dat zijn hele harde uitspraken, maar misschien wel een kern van waarheid. En Sebio nu dan. Ik dacht, dit is de tip van Ron. Dat was toch van Luc. Gullit naar Gullit toe. Gullit krijgt de bal. Dat zou je niet verbazen, maar Gullit verliest hem ook. Hier bij Cruyff. Johannes. Johan. Ja, je ziet wel een paar kleine veranderingen in het team. Je ziet Roberto Carlos in plaats van Alexandro bijvoorbeeld. Je ziet mensen thuis zijn leuk om te weten dat de Bas ondertussen ongelooflijk gekke bekken naar me trekt. Nee hoor, hier is Ronaldo. Oké. Aflegbal. Weer goed uitgerold van de keeper Courtois. Als ik af en toe moet lachen, weet je waar het voor komt. Niet de snelste keeper, hè, Courtois. Nee, 46 maar... snelheid. Ja, maar hij maakt wel een hoop goed met die lengte van hem. Ja, ja. Is het 2,5 meter of zo? Nou, voor mij heeft hij weinig goed gedaan, kan ik je vertellen. Okay, maar goed, ik ben nog geen e-sporter. Het zal er meer aan jou liggen dan aan Courtois. Oké. Okay. Deze bal wordt hier even ingeleverd. David De Gea. Maar haal het niet in je hoofd om hem weer te verbeteren. Ik zie je alweer kijken met dat kopje van je. Nee, ik hou me in. Ik heb precies hoe je in elkaar steekt. Ik doe het puur omdat de kijkers het dan vervelend gaan vinden. Nee, Bas, ik ken je langer dan vandaag. Je vindt het gewoon heerlijk om even je gelijk te halen. Dat nee, nee, nee. Maar als we onderling gewoon het gesprek hadden gehad zonder dat de luisteraars mee konden luisteren, had ik je wel wederom weer verbeterd. Oké. Ja. Oké, nee, dat is gewoon goed om te weten in ieder geval. Omdat ik natuurlijk alle verstanden van alle namen natuurlijk. Is ook zo. Je gaat R9 Ronaldo. Ronaldo. Maar Bas, we gaan nog niet nu 2 legs spenderen aan uitspraken van buitenlandse spelers. Nee, zeker niet. We gaan gewoon even lekker verder met de pot. We houden het even lekker relaxed. Heel veel ruimte aan de kant. En we wachten wat er gaat gebeuren. Ja, Vieri zal moeten, maar voorlopig is het Heerenveen dat tuintjes in handen heeft. Is niet Gullit. Legt hem even af, wilde ik zeggen. Ja, nu dan alsnog naar Vieira. Eusebio, terug naar Vieira. Cruijff kan oppikken. Oh, mooie beweging. Afleggen. En daar is... Oei, goed verdedigd. Goed verdedigd, ja. Met zijn hele hebben en houden. Het is natuurlijk altijd een risico met sliding in de eigen bak. Ja. Dat is een beetje stond. Over box gesproken. Ja, de keeper boxt hem even weg. Precies. Nu dan. Walker. Doe maar jongen, doe maar. R9. Eusebio gevonden. Gullit kan hangen. Oh. Mooie beweging. Hoi. Moet 100% van onder. Ja. Wordt hij nou boos op Gullit? Of zijn baas? Ja, ik laat het niet zien. Laat het hem niet zien inderdaad, want dan ben je gewoon rustig de laan uit. De Sjaak. Ja, je ziet toch een bepaalde frustratie op de vloer. Ja, deze moeten maken, 1-1. Dat is voor een e-sport, is, dat moet dat gewoon een doelpunt zijn. Ja, zeker met een speler van het Gliber Gullit. Ja, en dan speel je je laatste man goed en dan kom je 1-1 en dan, ja, dat choke je toch? Ja, daar zat ook niks in. Dat was gewoon recht hard op de keeper. Ja, dus ja, dan Fijne bouw je. Finesse. Want dan houd je de wedstrijd in leven op deze manier. Zo is het ook alweer. Nou, dat is wel waar, want 1 goaltje van 4 en we hebben gewoon hier een puntendeling. Precies. Zo is het ook alweer. Zeg heel goed. Ja, maar het is ook eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Dan is er wel 1 punt verloren voor de neutrale toeschouwer. 2 punten. Nee. Oh, 1 punt. Ja, zo op die manier. Ja. Even kijken. Maar ik moet zeggen, ik denk vooral 2 punten verloren voor Floris. Want als iemand hier aanspraak had op de 3 punten, is het Floris wel. Ja. Zie je het nog gebeuren, een overwinning voor Vieri? Een overwinning? Ja, dan moet hij dus nu de 2-2 eruit slepen, zeg maar. Dat zie ik niet gebeuren. Ik zie hem wel scoren. Dat wel. Want het gaat toch beide kanten op. Ja, precies. Maar je denkt niet dat als je nu snel die 1-2 maakt, dat er 2-2 nog mogelijk is? Nee. Oké. Okay. Maar ja, misschien wel. Maar ik zie Floris dan ook nog scoren. Dat is duidelijk, Bas. Ik zie Floris dan wel een doelpuntje prikken. Maar net zo goed als Willem 2. Vieri, daar gaat hij. Ja, dit is mooi. Dit is dan toch weer mooi. Vieri met Harry. Mooi. Mooi gespeeld. Oei. Dit is een handmatige keeper, hè? Oei, na. En het doeltrap eruit gehad. Courtois. Nee, Vieri gaat er misschien wel een doelpuntje maken nog. Maar ik zeg Floris. Dit zag goed uit, inderdaad, ja. Ja, dat was veelbelovend. Ja. Veelbelovend, maar nog geen resultaat. Het is een one to watch inderdaad. Dit is even eentje met de gaten touwen in de spotlight. Hier dan, Heerenveen. Mooie actie. Mooie actie, vrijheid gevonden. Leg hem maar weer af. Toch weer de drukte in. Hij gaat altijd weer de drukte in. Ja, het is gewoon een standaard patroon wat je terug ziet bij heel veel e-sporters. Maar het werkt vaak niet. Nee, precies. Dus wat je dan zou kunnen doen is zeg maar heel het niet onnatuurlijk. Doen. Maar inderdaad het niet doen. Ja. Dan verras je misschien je tegenstander ook nog. Ja. Wat is wel interessant om even in de gaten te houden. Mindgames houden. Hier heb je Vieira. Naar Henry, die in is gekomen. Een verse kracht.
Ronaldo. Ja hoor. Doelpuntje. Ja. Fieri. Dan staan we weer gelijk. En wie had het gezegd? Nou ja, bij allebei toch? Hé, Bas, hè? Bij de hand. Nee hoor. Yeah. Maar je hebt ook gezegd dat Floor nog een doelpunt zou maken. Oké, dan houden we. Maar over het algemeen inderdaad staat het 3-3. Ik ben heel benieuwd, want inmiddels weer gelijke stand. 3-3 over twee legs gezien. Nog flink wat tijd te spelen. Pak een beet om en nabij 34 minuten. Ik pak hem even beet. Pak hem anders beet met beide handen. Met beide legs? Beide, ja, ook leuk gevonden. Niet nodig, maar toch leuk. Je bent een publiekscommentator, dat blijkt. Ja, ja. Nee, maar... Ik ben een man van het volk. Natuurlijk is ook zo, ja. Ik ben wel een soort commentator. Je houdt ervan of je haat het? Ik haat het, kan ik je wel vertellen. Ja, nee, ja, precies. Nee, Bas, is voornamelijk meer haat dan... Bas, je bent een mensenmens. Dat mag duidelijk zijn. Nee, in ieder geval nu 3-3 over twee legs gezien. En ja, ik ben benieuwd hoe Floris hiermee omgaat. Hij stond meteen al op 2-0 voor. 0-2 natuurlijk, want Willem II thuis speelt deze leg. Toen leek het allemaal weer goed te vallen voor hem. Nu toch langzaam wat meer druk van Willem II. En eigenlijk heeft wat Floris nodig heeft zijn eigen doelpunt. Floris heeft een doelpunt nodig. Ja. Dan kan je toch wat ontspannender zitten. Dit levert nog niks op. Maar het zou me eigenlijk, Bas, nu even tussen jou en mij zo, zou me ook niks verbazen als Fieri nu gewoon doordrukt. Ja, het is een interessante pot. Kansen aan beide kanten. Het is een hele open pot vooral. Zeker. Hier zien we Cruijff. Die bal valt goed voor Arnaud Ronaldo. Daar is hij! Boom! Ja, ja, ik zeg het, ja. Ik zweer dat je vis. Ik zweer dat je grap. En dan wordt er even een pauze gedrukt. En even een klein slokje. Pak je weer het waterbassin erbij. Ja. Ja. Zo. Je kan, ook bepaalde bepaalde continenten voor een heel seizoen mee vullen. Ik heb in mijn leven nog nooit zo'n grote fles water gezien, Bas. Niet? Nee, echt nog nooit. Ik wel, maar was ook voor big boys, je weet toch? Oh, ja. En dan heb jij hem inderdaad wel herkend. Alleen boys die slice hebben, zo'n grote fles. Oké, okay. Dat is dan helder inderdaad, ja. Mensen thuis schrijven jullie mee. Net zo helder als het flesje water wat hij is handen. Oké. 2-2 in deze leg. 2-1 de eerste leg voor Fieri. En dus betekent dat Fieri virtueel. Zeg toch, Fieri voor Fieri. Heb ik het gezet of niet? Je hebt het wel gezegd, maar je hebt ook gezegd dat Floris nog gaat scoren. Dus dat gaat helemaal niet op dan, die blieren. Oh, ja. Misschien scoort hij wel buiten spel, doen we. Nee, is ook zo inderdaad, ja. Oké, dat is weer heel kinderachtig. Maar goed. Arnijn. Mooi goal. Arnijn Ronaldo. That's a weak foot. Dat maakt bij Arnijn niet zo heel veel uit. Nee. Maar ja, toch wel een leuk dat ik het zeg. Saillant detail. Ja, saillant detail. Oog voor detail, dat heb je ook alweer. Oh, ik ben blij dat ik dadelijk van je af ben. Wederzijds, Bas. Wederzijds. Zo. Zo. Oké. Even excuus aan. Mooi goal, dat is wat goed, niet? Oh, die mensen mooie doorop. Had ik al vanuit ging dat die bal erin zou vliegen. Dat bleek maar weer. Deze bal wordt voor de pot geslingerd. Geen resultaat. Een ingooitje is wat rest. Wat bleek, net wc eend. Je weet. Zo, ja. Fiera. Gullit. Gullit. Reactie. Oh, is. Dubbele drag back. Goed verdedigd ook door Gullit weer. Gullit aan weerskanten belangrijk. Dat is zijn broer. Ja. Ja, maar ik weet ook niet wat ik hierop moet reageren. Nee, nee, dat beter, echt jou. Beter gewoon niet. Doe ik het gewoon niet, joh. Willem 2 dan. Doe ik het gewoon niet. Ja, wat je net ook zei. Willem 2, als hij toch die twee strijd voor twee lui kan winnen. Floris heeft nog 20 minuten om een doelpunt te maken. Als niet, heeft Fieri gewoon de volle 3 punten. Ja, en in totaal 6. In totaal 6, ja. Dan heb je een duidelijke verdeling. Dan heeft Floris 0 punten en Fieri 6. Dan ben je eigenlijk al uit het zicht. Ik heb nog maar 3 wedstrijdjes te gaan in deze pool. Ja. Hier zien we Henry. Goeie onderschepping. Kan je misschien counteren, maar te weinig mensen voorin. Nu misschien. Ronaldo. Hier dan. Pelé. Pelé van Heerenveen. Pelé. Een kleine vrije trap. En dit biedt wat mogelijkheden. Dit wordt een e-sports variant. Ik denk het is oké. Daar gaat er iemand lopen inderdaad. En dan weet je hoe laat het is. Nog eentje. Eenmaal andermaal. Verkocht. Hangen. Tuurlijk. Oei, oei, oei. Ja, dit zit ook zo tegen Floris. Nu dan laag. Oei, oei, nee, zwaar, net, ja, maar dit, hij heeft wel een beetje pech inderdaad. Het zit echt vies tegen voor hem. Het zit vies tegen. Vies. Vies, bitter. Vies, bitter. Het zit vies voor hem tegen. Nou ja, ik denk dat Fieri echt de komende tijd niet mag klagen. Want hij heeft hier al het geluk van de wereld. Een paar echt open grote kansen voor Heerenveen. Of met paal of nog een voetje ertussen, wat dan ook. Ja, Floris zou flink gefrustreerd zijn. Ik denk het ook. Hier neem maar. Gullit. Ja, ik ben heel benieuwd wat de laatste 10 minuten gaan bieden, Bas. Zal Floris all-out gaan wat dit soort countermogelijkheden voor Vier met zich meebrengt?
Ja, het is natuurlijk ook in de wetenschap dat je nog tegen... tegen NAC. Dan moet je dan alles op ballen zetten. En dan heb je nog natuurlijk PSV en AZ waar je tegen moet spelen. Ja, ga er maar aan staan. Ja, PSV en AZ zijn ook niet de kleinste jongens, hoor. Niet? Nee, niet. Ik hoorde dat die Stefano wel aardig potje op de PlayStation kan spelen. De enige buitenlander uit de competitie. En ook de wereldkampioen op de PlayStation. Ja, maar dan kan je echt op ballen. Die zit er echt op. Die doet heel leuk mee. Die doet echt heel leuk mee. Nee, het is een hele sterke pool. Inderdaad, Menno een beetje de wildcard. Maar ja, ook die hebben we gezien. Die maakt het vier nog best lastig. En als je ziet dat Vier hier waarschijnlijk van Floris gaat winnen met nog 10 minuten te spelen. Ja, dan weet je dat ook die niet onderschat is. Inderdaad, maar we hebben nog ongeveer 10 minuten in-game. Ronaldo, R9. George Best ingevallen voor Alexandro. Ja. Gaat hij naar voor slingeren of houdt hij de bal in de ploeg? Dat zou toch het devies zijn. Vieira. Van Willem 2. Ja, pas. Vieira. Mensen snappen voor mij niet wat het straf is om met jou hier dat commentaar te geven, Bas. Dat is gezellig, toch? Deze actie is mooi. Ja, Heerenveen komt er niet uit de pas op dit moment. Oh, is. Mooie actie. Nou, misschien nu dan. Dan moet je er nu uit George boven Best. De ruimte. Boven is helemaal ruimte. Kijk op de radar. Oh, dat was toch gedekt. Die liep heel dicht bij elkaar. Aan de andere kant is ruimte niet dat. Aan de andere kant. Ik zie die Walker daar helemaal vrij staan. Walker, hou die Walker in de gaten. Dat is niet nodig. Hij is al in het centrum. Nu dan. Hier de man gevonden. Nog één keer. Afleggen, schieten. Oh, je had hem meteen moeten schieten, Floris. Het duurt te lang. Ja. Niet eens een hoekschop eruit. Nee, daar heb ik een verstand van, hè. Maar ja, achteraf heb je ook. Heb je ook, Bas. Je moet je helemaal niet te klein maken. Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee. Nee, maar ook in figuurlijke zin moet je een beetje meer van jezelf gaan houden, jongen. Precies. Komt allemaal goed, jongen. Nee, maar junior. De laatste kans wellicht voor Heerenveen. Voor een om dat puntje uit te slepen. Nu dan. R9, weer goed verlegd door Roberto Carlos. Die speelt de partij van de pot, zeg. Die speelt een dijk van de wedstrijd. Is ook zo, inderdaad, ja. De dijken breken. Ja, en nu zijn ze klaar. 2 minuten blessure, daar zitten erop. Willem 2 nog één keer in de aanval, maar het is meer symbolisch. Het is namelijk afgelopen hier. Vieri trekt aan het langste eind. Pakt de volledige 3 punten. Voor Vieri. 4-3. Mooi gezegd, Bas. Dankjewel. Vieri, 3 punten. Floris, 0. 0 punten uit de eerste 2 duels. Dat is niet waar je van tevoren voor getekend had natuurlijk. Nee, zeker weten niet. Ik denk de pot tegen Groningen was 50-50, komt beide kanten op. Is dan jammer dat hij niet mijn kant opvalt. Maar nadat ik deze pot heb gespeeld tegen Willem 2, denk ik echt wel dat ik op 3 punten had moeten staan. Je had van Willem 2 moeten winnen? Ja, denk ik wel. Maar waarom lukt dat niet dan? Nou, ik heb heel veel kansen gecreëerd, maar de bal wilde gewoon niet in. Er zijn een paar momenten geweest dat ik gewoon rustig had moeten blijven. Maar er zijn ook een paar momenten geweest waarvan ik denk dat ik echt het juiste heb gedaan. En dat hij er dan alsnog niet in wil. En dan is FIFA wel een rotspel, hè? Het is echt, op sommige momenten is het echt een verschrikkelijk spel. Floris die zegt net, eigenlijk had ik moeten winnen. Het was een close wedstrijd. Hij had wel meer kansen, maar ik ging meer, beter om met balbezit. Sommige kansen van hem mochten er wel in, ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar over het algemeen, het gelijkspel was beter geweest. Maar ik vind het natuurlijk niet erg om te winnen. Dus eigenlijk stiekem heb jij 3 punten gestolen? Stiekem wel, ja. Stiekem wel, ja. Ja. Maar toch wel lekker voor jou, want na 2 wedstrijden sta je op 6 punten. Hè? Dat ziet er goed uit. Ja, ziet er zeker goed uit. Floris is wel echt de eerste grote test voor mij geweest. Natuurlijk, de eerste wedstrijd tegen NAC was niet zo moeilijk. En Floris is natuurlijk een hele sterke speler. En om daarvan te winnen, was heel lekker. KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie.